Goedemorgen, beste mensen. Welkom op de Friese paardenkeuring. Vandaag gaan we op twee locaties keuren. We starten op de locatie van stal Sipma. We hebben hier 13 paarden te keuren. 8 paarden voor opnames en 5 voor graadverhogingen. We starten met 2 vierjarige veulenboekmerries, 4 jaar ouder veulenboekmerries. Daarna 4 driejarige veulenboekmerries, gevolgd door de graadverhogingen. We wensen u veel kijkplezier. Welcome to the people abroad. For the on the Friesian horse curing, we are today going to judge on two locations. We start here at the stall Sipma. We have 13 horses to judge. We start with 4 years and older foal books. There are 2 entries. Then we go to the 3 and old foal books. There are 4 entries. And then we go for the upgrading horses. There are 3 studbook mares, and then we have the geldings, 2 and 2 stars, stallions, 4 star. We wish you a lot of joy watching the curing. Oké, paard nummer 1. Een paard dat voldoende in het type staat.
een mooie verticale lange hals. Het hoofd is iets lang. Had ook graag ook iets meer lichte hoofd-halsverbinding gezien. En de bouw, hoogbenig paard. Schoudertjes iets stijl. Het hellend, de kruis is ook iets hellend. Het wel een goede bovenlijn, goede ruglijn erin. Beenwerk. Qua rechtgesteldheid hadden we graag iets correcter in de voorbenen gezien. We hadden ook graag iets meer hardheid in het beenwerk van achter gezien. De stap heeft hij goede ruimte. Ook vlot door het lichaam. Kon er iets meer spronggebruik tonen. De stap, dat was voor de stap. De draf heeft hij voldoende kracht. Blijft hij toch wel op een voorhand. We zien hem graag meer reizen in het voorbeen. Ook het voorbeen iets verder wegzetten en reizen in de voorhand. Gezien zijn goede bouw en goede stap wordt dit opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number one is a racial type, is a nice off-standing neck. The head is a little bit long. The conformation is long legs. The shoulder is a little bit steep. Also the croup is sloping. The back line is good, strong. The legs, the straightness in the front legs could be better. Also we like to see more hardness in the hind leg. The walk is good, a good reach, lots of suppleness. Could be have a little bit more bending in the hocks. The trot has also good reach, powerful enough from behind. But we like to see more flotation, more rise in the forehand, and also more reach in the forehand. So for the good walk and a good conformation, we take it in the stud book with a third premie. Oh, yeah. Oh, oh.
Paard nummer 2. Paard de voldoende rasuitstraling heeft, veel behang, ook een goede halsvorm, is wel wat verticaal gesteld. Het hoofd is iets lang. In de bouw heeft de paard een goede romprichting. De schouder ligt er goed in, de rug kon een fractie sterker zijn. Hij mocht ook iets meer jeugd uitstralen. Beenwerk van voorbenen voldoende recht gesteld, ook goede hardheid erin, ietsje schrof. De stap, daar missen we toch soms wat de regelmaat, dat hij rechtsachter overactief is. De draf waardeert hij zich wel op, heeft hij een goed achterbeengebruik, hij maakt hij ook houding. Voorbeen kon hij iets meer uitleggen, wordt vandaag opgenomen een stamboek met een derde premie. Heeft een goede bouw, goede draf, maar de stap is toch de beperkende factor. Horse number 2, zijn racial type is goed. Lots of manes, the head could be a little bit nobler, the shape of the neck is good, could be more vertical, the conformation is a good body line, good shoulder, also the croup has length, the back could be a little bit stronger, could have also more youth, the quality of the legs is good, the straightness is sufficient in the front leg, the walk is so overactive, it could be have more regularity. The trot has a lot of power from behind. Also, a good flotation could have more reach in the front leg. We take this horse today in the stud book with the third premie for a good trot and good conformation. The walk is not sufficient enough for a star.
Vullenboek, Mary. Paard dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofd heeft, ook veel behang erop heeft. De hals is verticaal, wel wat zwaar. De bouw, een goed schouder erin liggen. De rug hadden we graag sterker gezien. Kruisligging is voldoende, ook voldoende lengte. Hadden we graag ook iets meer voorbeenlengte gezien. Beenwerk is hard, ook voldoende rechtgesteld, iets te onttredend voor. De draf heeft hij veel ruimte, ook veel souplesse. Er kon nog iets meer reizen naar voorhand, maar wel een goede balans erin. De stap hebben we even kans gegeven nog voor na de draf zich te presenteren. Maar daar heeft hij toch moeite met de regelmaat. Overactiviteit in het achterbeen, dus niet regelmatig. Gezien zijn stap kunnen we hem vandaag niet opnemen. Horse nummer 3, nice racial type, nice noble head, lots of manes, also vertical neck, could be a little bit heavy in the neck. Confirmation, good shoulder, the back is a little bit weak, we'd like to see also a little bit more length in the foreleg. The quality of the legs is good, it's clean leg, the straightness is sufficient. The trot has a lot of reach, good suspension. Like to see a little bit rising in the front. The walk today is not good enough. He misses the regularity. So for the walk, we cannot take him in the stud book.
Paard nummer 4. Paard een mooie haltvorm heeft. Had hem graag iets edeler in het hoofd gezien. Qua bouw voldoende sterk in de rug. Iets hoog in het kruis. Ook de ligging in het kruis hadden we graag iets anders gezien. Beenwerk voldoende hardheid. Ook voldoende recht gesteld. Rechts achter het spronggewricht hadden we graag iets mooier gebouwd gezien. De stap. In het begin heeft hij toch wel moeite voor de goede regelmaat te vinden. Achteraf, als hij zich ontspant, dan komt hij tot een betere regelmaat in de draf. Is voldoende ruimte, hadden we graag iets meer zien hijzen in de voorhand. En ook iets meer spronggebruik gezien. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Horse number 4. Qua racial type, nice shaped neck, also a vertical. The head could be a little bit noble. The conformation, the strong body line, a little bit high in the croup, also a bit, little bit sloping in the croup. The quality of the leg, the straightness is sufficient, also clean. The conformation of the hock could be, the right hock could be better. The walk, when he relax, he comes to a good regularity, also reach enough. The trot, also good reach, powerful enough. We would like to see more suspension and flotation. So we take this one in the stud book.
Paard nummer 5 is afwezig. We gaan verder. Dit paard in de baan is nummer 6. Paard dat goed in het rastype staat. Heeft wel een verticale hals, ook voldoende lang. Het hoofd is voldoende edel. Had graag iets meer deuken willen zien. En de bouw, hoogbenig paard. Ook voldoende lengte in het lijf. De ruglijn hadden we graag meer bespierd gezien. De ruglendenpartij hadden we graag meer bespierd gezien. Beenwerk, goede hardheid in. Voldoende rechtgesteld. De stap, mist hij wat de souplesse. Heeft hij wel voldoende takt en ruimte. In een draf heeft hij goed achterbeengebruik. Komt hij ook mooi van de vloer. Heeft hij balans erin. Voorbeen hadden we graag iets verder zien wegzetten. In totaliteit wordt het paard opgenomen. En sterverklaar met een tweede premie. Horse number 6. Nice racial type. A nice off-standing neck. A little bit sufficient in the head. Could be a little bit more noble. Confirmation, long legs, good body line. We like to see more musculation in the top line. Quality of the legs is good, it's clean. The straightness is sufficient. The walk, we like to see more suppleness. The reach is good and also good rhythm. The trot has a lot of balance. Good bending in the hock is the hind leg. Also bringing the hind leg good under the body. We like to see more reach in the front leg. The overall good trot. You take this one in the stud book with the star, second premium.
Horse number 7 is very excited, too excited, so he can't relax himself, so he's now retired. Paard nummer 7, hij blijft te gespannen, wordt momenteel teruggetrokken.
Paard nummer 8, het eerste stamboekmerrie voor graadverhoring. Paard dat goed in type staat, edel hoofd er heeft. De hals is voldoende verticaal, had iets meer kap gemogen hebben. De bouw is evenredig gebouwd, kon iets meer beenlengte hebben. Beenwerkkwaliteit is goed, hardheid erin. De draf heeft die mooie houding, heel veel actie in de gewrichten. Daar bordeert hij zich op. Alleen de stap, daar mist hij toch, heeft hij moeite met de regelmaat, voor ook de ruimte te vinden. Hij blijft moeite hebben met de regelmaat en dat staat hem vandaag ook de premie in de weg. Dus het blijft een stamboek. Horse number 8, the first studbook mare for upgrading. Nice racial type, a noble head, also a good vertical neck, could be more shaped in the top line. The confirmation, a good shoulder, also good length. We'd like to see more length in the legs. The quality of the legs is good. It's a nice trot, a lot of power from behind, also good bending in the joints. But the walk is has troubles with the regularity, and for because of the walk, we cannot give him a premium. So stay stud book. Thank you.
Paard nummer 9, paard dat goed een trastype staat, lange hals heeft, dus ietsjes horizontaal de hals, hoofd heeft voldoende uitdrukking, ook sterk gebouwd, goede schouder in, sterke bovenlijn, ietsjes strak op de lende, lengte in het kruis, beenwerk, ietsjes hollend voorbeen, kon ook iets gehoekt in het achterbeen, wel hardheid erin. De stap heeft voldoende ruimte, goede tak erin, kon er iets meer souplesse tonen. Een draf heeft ook veel ruimte en kracht, maar dan graag ook iets meer souplesse en balans gezien. Maar overal ook sterke bewegingen. Paard heeft ook testcijfers die positief zijn. Dus vandaar wordt hij ster met een tweede premie.
Horse number 9, good racial type, long neck, a little bit horizontal. The head is noble enough. Confirmation long lined, good shoulder, strong back line, also long croup. The quality of the legs is clean, a little bit kneed back, and also a little bit sickle hocked in the hind leg. The walk is has a good rhythm, good reach, could have more suppleness. The trot also powerful with a good reach. We like to see a little bit more suspension and flotation, but overall good. So we make this one a star with the second premium.
veel rasuitstraling, veel behang erop. We hadden hem graag ietsjes edeler nog gezien in het hoofd, ook een beetje zwaar in de hals, maar toch wel veel ras. Bouw correct gebouwd, goede bovenlijn erin, gewenste kruisligging, hadden we graag iets meer lengte in gezien. Beenwerk, goede hardheid, ook voldoende rechtgesteld. Fractie Frans is heel makkelijk stappend, heel ruim, ook veel lossigheid. In een draf heeft hij een goede houding, veel buiging in de gewrichten. Mocht daar iets meer doortreden, iets meer ondertreden, ook het voorbeen iets meer uitleggen, maar in totaliteit wel goed. Dus dit paard wordt sterverklaard met een tweede premie. Horse nummer 10. Nice racial type. A little bit heavy in the neck. No, the head is noble enough. Confirmation, a strong top line. Also good angle of the croup. A little bit short in the croup. The quality of leg is clean. The straightness is sufficient. The walk has a good rhythm, a good reach. A lot of suppleness. The trot also good flotation, enough bending in the hocks, also enough bringing the hind leg under the body. The fore leg could have more reach. So overall, star with the second premium. Thank you.
Vulle Boekruin. Een mooi rassig paard. Heeft veel statuur. Mooie voorhand erin. De bouw correct gebouwd. We zouden graag iets meer lange lijns gezien. De rug is voldoende sterk. Kon iets sterker zijn. Beenwerk is voldoende hardheid erin. Of voldoende rechtgesteld. De stap. Daar mist hij wat de ruimte. Hadden we graag ook iets meer spronggebruik gezien. Iets meer activiteit. En een draf waardeert hij zich wel op. Maakt hij goede houding. Goed achterbeengebruik. Heeft hij ook veel balans. Zien ze een goede type. En een goede draf wordt het stamboek sterren en tweede premie. Horse nummer 11. The first gelding. Nice racial type. Nice appearance in the forehand. Lot of manes. Also noble head. Confirmation is a good enough length in the body. The back could be a little bit stronger. The loins are strong. The quality of the leg is sufficient. Also the straightness. The walk is a little bit short. We like to see also more activity, especially in the hocks. The trot is powerful from behind. Also a lot of bending in the hock. Good flotation. So make for the good type and the good trot, make him stud book star with the second premie.
Iets is rustiger. Goed zo. Paard nummer 12, paard dat goed in type staat, veel front heeft, ook voldoende edel hoofd. En de bouw een goede romprichting, had hem toch graag sterker in de verbindingen gezien in de ruglijn. Beenwerk, voldoende kwaliteit, ook voldoende hardheid. De stap heeft voldoende ruimte, een goede tak erin, kon iets krachtiger. De draf... Heeft hij veel actie in de gewrichten, maar mist de balans en de gedragenheid. Dit paard heeft ook testcijfers. In de bouw en beenwerk staat hem vandaag de ster in de weg, want we nemen de positieve testcijfers mee. Vandaag, gezien de positieve test, krijgt hij stamboek met een derde premie. Horse nummer 12, nice racial type, vertical neck. Also noble head, the confirmation, good body line. We like to see him stronger in the connections in the top line. The quality of the legs is sufficient qua hardness, also the straightness is sufficient. The walk has a good reach, also a good rhythm, could have a little bit more power. The trot, a lot of action in the joints, but we like to see more flotation and also more suspension because of this test. Grades, we make him stud book with a third premie.
paard nummer 13, de eerste vullenboekhengst voor Ster. Paard met veel ras, mooi hoofd erop, ook heel veel front. Iets zwaar aan de hoofd-halsverbinding. In de bouw komt hij wat beknopt over, hadden we graag iets meer lengte gezien. Ook de rug kon iets sterker zijn. Beenwerk is wel hard, voldoende hardheid. Gehoekt in het achterbeen, ook iets onderstandig. De stap, heeft je voldoende ruimte, maar moet je meer kracht, iets meer afdruk tonen. De draf maakt hij veel houding, maar we missen toch het ondertredend achterbeen. Ook iets meer ruimte, iets meer doortreden, maar wel goede houding. Totaliteit wordt hij vandaag niet ster. Miste toch een bouw en een stap voor de ster. Horse nummer 13, nice racial type, nice appearance. Lots of manes, noble head, little bit heavy in the head-neck connection. The conformation is a little bit compact. It could be also a little bit stronger in the back line. The quality of the leg is good. Is clean, is a sickle hocked in the hind leg, also a little bit standing under. The walk, the reach is efficient, could have more power and more rhythm. The trot has a nice appearance, nice forehand, but could bring his hind leg more under the body and have a little bit more reach. So today a no star.
horses then. I can't put my hand on one of them. Paard nummer 14. Paard dat goed een trastype staat, een lange hals erop heeft, voldoende edel hoofd, grootramig is, een sterke bovenlijn heeft. Beenwerk hadden we graag iets meer kwaliteit gezien. De stap moest je oog iets meer doortreden, iets meer lossigheid hebben. De draf heeft hij wel goede balans, voldoende lossigheid, moest iets meer doortreden, iets meer ondertreden. Mocht je ook iets meer kracht hebben. Goede bouw, goede draf, maar de stap en het beenwerk staan vandaag de ster in de weg. En vandaag geen ster. Horse nummer 14, nice whistle type, long neck, noble head. Also a big horse, long lined, good strong back line. We like to see more quality in the legs. The walk is the reach is sufficient, but we like to see more power and more suppleness. The trot has a
reach is sufficient, also enough balance, but we like to see more power from behind and more bringing the hind leg under the body. So today, no star.
bye. Paard nummer 7. Straks was hij te gespannen, dus hij komt nu terug. Hij is nu meer ontspannen. Paard dat goed in het type staat, mooi front erop heeft, voldoende edel hoofd. Bouw een goede romprichting. In de bovenlijn hadden we graag iets meer bespiering gezien. Beenwerk, de rechtgesteldheid is voldoende. De hardheid hadden we graag iets meer hardheid gezien. Paard stapt met voldoende ruimte en voldoende afdruk als hij zijn ontspanning vindt. In de draf waardeert hij zich op. Heeft hij heel veel kracht in de achterbeen, goede buiging in de gewrichten. Ook mooi in balans, kan makkelijk schakelen. Zien ze een goede type en bouw. En de draf wordt het stamboekster met een tweede premie. Yes. Horse number 7. Een good racial type, nice. Outstanding neck, the head is noble enough, conformation good, body line, the back line could be a little bit more musculated, the straightness in the front leg are sufficient, we like to see a little bit more hardness in the hind legs, the walk is reach is good enough, also powerful enough and a very good trot, powerful from behind, the good balance, good bending in the joints, so the studbook star with the second premie. We zijn nu klaar op deze locatie. We gaan straks verder bij Starrel Appinga. Dat zal dus 1:30, 2 uur zijn. Tot straks.
We are now ready on this location. We're going to the other location in the stall Eppinga. Between 1:30 and 2 o'clock, we are back on the air. See you later.